Welkom bij een nieuwe video en vandaag doen wij de 100 keer tennisbal challenge. In de brandende hitte van meer dan 30 graden midden op de Veluwe 100 keer een tennisbal zo ver mogelijk gooien in een razend tempo. Je bent echt niet wijs als je dit doet. De afstand, de hitte en de uitputting maken het eigenlijk gewoon een verschrikkelijke challenge. Overgeven. Jij gooit deze bal die kant op en dat is de eerste afworp. Dit is de eerste gooi van de 100 keer tennisbal challenge. Is leuk hoor. Lekker man. Aan het einde van de rit gaan we kijken hoe ver we zijn gekomen. Start. Daar vanaf heeft hij gegooid. 60 meter ongeveer, hemelsbreed. Nu moet ik hem vanaf hier weer gooien, daar naartoe. Dit is 30 meter. Worp 3. Je hebt hem 40 meter gegooid, gaan we er even 50 van maken. Ja, dat is best een goede afstand. Dit is wat we mee moeten nemen. Wil jij nou onze pakezel zijn voor minimumloon, misschien nog iets lager? Je draagt tassen met ons, lekker rustig in het bos. Je krijgt misschien wat te eten, misschien niet. 50 meter worp. Wat is dat voor een beweging, man? Laat mij. Ja, kut man, allemaal bomen. Ja. Daarheen, dat pad, die. Ja. Oh. Oh. 40 meter. Worp 7, toch? Ja. 30 meter. Worp 8. Worp 9. Uh-oh. Je maakt het wel weer lekker moeilijk voor mij. Ik ben hem kwijt. Gevonden. Worp 10. Oh. Hij ligt gewoon hier, joh. Nou, dat was ongeveer 20 meter. Oh. Worp 11. Nou, dat was wel recht door zee, hè? Jij gooit 20 meter zonder tassen. Ik gooi 40 meter met tassen. 12e worp. Nou, komt ie. Oh. Oh. Helemaal hier. 50 meter. Nummer 13. Moet verder als 50 meter. Oh, hier. Worp 14, precies tussen die bladeren door. Komt ie. Ah shit, nou, alsnog wel op het pad. Ik ben wel kapot hoor. Moet je niet zo aanstellen man. Nummer 15. Uh-oh. Hij blijft op het pad. Ja. Oh mijn god. 40 meter gegooid door Jer. 50 meter voor mij, let op. Oh, 50 meter. Van 570 naar 620 gegaan. 17. Uh-oh, waarom naai je mij zo? Hij ligt helemaal daar. Hang hem wel even ergens anders neer. 18. Huh? Oké. Okay. Nou, redelijk goed. Woe. Oh. Oh, wat? Jij gooit hem naar 20, ik ook. Worp 19. Ah, jongen. Maat, waarom stuit het? Bitch. Worp 20. Ja, 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 ja. Ja, ja. Oh, shit. 30 meter verder naar beneden. Waarom gooi ik hem zo naar de zijkant? Ja, daar kom ik wel mee uit de voeten hoor. Wow. Nummertje 22, Jerf net 30 meter gegooid. Ik ga voor de 50. Over die takken allemaal heen. Komt ie. Nice. Fucking goed. Die was wel heel nice, hè? Jorian heeft een 50 meter gegooid. Ben ik, nummer 23. Kijk, dat zijn... Ik wilde net zeggen dat... Wacht. Nummertje 24. Harde ballen, zoals je ziet. Nummer 25. Heb je hem gevonden? Ja. Nice. Nummertje 26. 950 meter gelopen. Ah. Ja. Uh-oh. De 1000 meter worp. Nummertje 27. Welkom bij het weerbericht van bovengevers. Svanna. Ik kwam recht op het matter. Kom mee. Je hebt hem echt letterlijk daar gegooid. Ja! 60 meter bijgekomen, oh mijn god. 28. Oh, fuck. Uh-oh. Jorian, ja, wat is dat? Bomen. Nummertje 29. Hij rolt er overheen. Ongeveer 35 meter, 40 meter weer. Nummertje 30.
zonder een boompje aan te raken ook nog. Dat was 50 of 60 meter wat hij daar heeft gedaan. Nu ik, 65 meter. 31. Ongeveer 30 meter voor Jared deze keer. We gaan nu naar de open vlakte toe. We zitten nu op 1,16 kilometer. 32. Die was zeg mooi. Wat je wil, maar is mooi dat met je. 40 meter voor de U. Nummertje 33. Wauw, eindelijk een keer recht voor mij. Wat fijn is dat, zeg. Het is moeilijk dit, hè? Nou, het is niet vermoeiender per se dan die pingpong challenge, maar het is alsnog wel vermoeiend. Ja, omdat het ook zo warm is. Ja, dat zien jullie natuurlijk allemaal niet. En dan is het weer saai. 34, 40 meter verder. Nothing else to see here. No look, no camera. 50 meter worp. Nummertje? 35. We moeten opschieten, kom. Het wordt zo donker. Schiet op. Nummer 35. Met je snor. Op hem daar. Worpje 36. We zitten nu op 1320 meter. Deze lijpo gooit hem net gewoon 60 meter, man. 37. Dat is geen 60 meter. 38. Helemaal uitgeput en we moeten nog meer dan de helft. 39. Worp 40 alweer. Yes. Nummer 41. Nice. Was armen stil. Doen zo pijn. 42. Recht op het pad. Kom. Ja. 1550 meter verder. Worp 43. Maar die vinden we wel terug. Half uur verder. Worp 44. Meter of 30 op die zandvlakte. Oh shit. Zie ik scheef. 1610 meter. Broccoli! Nummer 45. En gone. Dit is niet de tennisbal die Jerf gegooid, want we zijn hem kwijt in dit. 1650 meter. Deze gaat de 1700 halen. 46. Welke pot? Ah, het is zo warm. Dat vooral. Nou, let's go. 47. Ik denk wel 30, 40 meter of zo. 48, die kant op. Dit is wel echt een kutplek, mandboom. Oh, fuck. 5 meter of zo, misschien 8. Ongeveer 2 meter verder. Nummertje 49. We zitten nu op 1720 meter. Komt die 50 meter. Misschien nee. Net. 40 meter verder. Worp 50. Ongelooflijk warm hier. ...1,75 kilometer. Kijken of we de 1,80 hebben gehaald. Helaas was het maar 45 meter. Shot 51 en we zijn nu ongeveer 2 uur bezig. Aangezien we weer omdraaiden om te kijken of we terug konden komen bij het begin... ...met precies 50 worpen spoel ik hem even door naar toen dit gebeurde. 99. Hier is het beginpunt. Ik voel die spanning nu, laat maar zeggen. Dat is een hele kutte plek om te gooien. En ja. Ik kan overal naartoe gaan. Ho. Oké. Okay. Ho is. Ah, kom op, ja. Perfect. Oké. Yes. De allerlaatste worp. Vanaf hier naar boven. Van beneden naar boven gooien is veel moeilijker dan van boven naar beneden. Als ik het niet haal, moet je even commenten. Jullie zijn eigenlijk ziekste noobs. En als ik het wel haal, moet je abonneren en liken. Wat je eigenlijk sowieso al moet doen. Balletje. 100. Dat is echt fucking moeilijk. Je kan het. Het is maar 60 meter omhoog ongeveer. Ja. Hij ligt volgens mij daar op. Nee, hij ging naar beneden, maar hij wel achterop. Echt? Ja. Oh, yo. Volgens mij wel, ik zweer. Ik ga wel even kijken, man. Want ik moet het gewoon weten. Bro, kijk waar die ligt. Hij ligt letterlijk hier op het pad. Oh, yo. Ik kom op, hè. Dichterbij kan je toch niet komen? Ik ga toch nog 101 even proberen. En dan moet ik... Hoe de fuck moet ik dat doen? Oké. Okay. Niet. Eigenlijk gewoon weer terug bij af. Misschien hadden jullie dat helemaal niet door dat we terugliepen. Nou jawel, want dat is net verteld in de voice-over. We zijn ongeveer 5 uur lang bezig geweest met deze challenge. Dat het even door hebt. We hebben 10,17 kilometer gelopen. Onze gemiddelde snelheid, zou je misschien verbazen, maar is 60,3 kilometer per uur. Ik wil hem gewoon proberen om hierop te krijgen. Als dit niet lukt, ah jammer dan. Ah shit, gooi hem echt. Oei! Wat doe jij, hier, joh? Hij landt echt hier, maat. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je hem tot hier hebt gekeken, vinden we dat helemaal top. Het zou ongelooflijk zijn als je dat dus echt hebt gedaan. Vond je dit leuke video? Abonneer dan even, like even. Een hele gedoetje wat jullie ook bij andere mensen doen. En laat even weten wat je volgende keer wil zien. Overgeven.